Sup Henk, die zit bij Rikkel Sup Gameplay. Welkom bij een nieuwe fanmail met mij. Mijn plaksnor valt er nu al af, want deze video is niet voor niets mede mogelijk gemaakt door Funny Moustaches van de motherfucking Action. Ik heb echt een paar van deze pakjes gekocht, met een paar bedoel ik twee. Zodat ik gewoon binnenkort voor de facecams af en toe gewoon willekeurige snor op heb. En mijn snor ligt eraf. Dat is één ding. Ik heb zojuist eindelijk weer een nieuw Sup Gameplay shirt besteld, zodat ik ze vaker aan kan doen. Ik heb een Yolo waterpolo besteld. Dat wou ik graag meedelen. Maar vandaag gaat het niet over mij. Vandaag gaat het over de post die ik hier rechts heb staan. En ik ben in mijn broertjeskamer, want ik wou dus af en toe de setting veranderen in plaats van alleen maar achter mijn computer. Ben ik vandaag met mijn broertjeskamer. Misschien ben ik de volgende keer midden op de snelweg, op een rotonde, je weet het niet. Want deze fanmail is wild. Ik heb zojuist de snor kapot gemaakt trouwens. Als jij ook een fanmail wil sturen, gaat het niet meer via Skype. Er staat een e-mailadres in de beschrijving. Dat is gewoon één van mijn vele e-mailadressen. Zodra jij mijn e-mail, krijg ik een berichtje. Mijn mobiel geluidje en dan zo snel mogelijk reageer ik met je antwoord, met je adres. Als je nog hele andere dringende vragen hebt, mag dat ook via die e-mail. En als het geen belangrijke vraag is en ik heb zoiets van, dude, google het, dan krijg je dus ook geen antwoord. Dan weet je dat alvast. Ik wil heel graag zoveel mogelijk vragen beantwoorden, maar ik kan niet alles, hè. Dat is één ding. We gaan gewoon beginnen met de post, denk ik. Laten we gewoon beginnen met de eerste. Hé, dat is mijn adres die erop staat. Nou, is dat even toevallig. Laten we hem openmaken en kijken wat erin zit. Oh, kijk. Ik vind het juist alweer een munt met Jeske. Oh god, het zijn weer van die de motherfucking The Voice Kids munten. Ik haat The Voice Kids munten. Ik heb hier een memo. Yo Rick, mijn naam is Tariq. Dit is de klad versie, maar omdat ik een luie Rick ben, stuur ik deze gewoon. Ik ben jouw allergrootste fan. Ik heb deze keer helaas geen game. Sorry, ik probeer trouwens Need for Speed Carbon op GameCube te krijgen. Voor jou. Zou ik je eens wat kunnen terugsturen? Dit is je kanaal voor mij. Sorry, ik kan heel weinig opmaken. Dit is als je kanaal is, zou ik het in de beschrijving zetten. Is het nou weer hetzelfde briefje? Mijn lievelingsserie zijn Need for Speed Most Wanted, Nazi Zombies en nee, geen Minecraft. Zoals ieder ander kom ik op jouw kanaal doordat ik Need for Speed opzocht. Dat is niet iedereen. Sorry, dit is natuurlijk geschreven. Ik vind het in het algemeen fijn als mensen hun dingen uittypen. Nu heb ik drie losse geschreven. Oh kijk, het is ook een 100 euro briefje. Dat zie ik ook nu pas. Ik zag daar staan liggen in de Action, want ik shop vaak in de Action. Ja, mensen, de Action is prachtig. Ik kom jouw kanaal dat ik Need for Speed opzocht. Mijn lievelingsquote ook. Woehoe, ik ben een meeuw. Ik ben al op je geabonneerd sinds je ongeveer 900 subs hebt. Daarom ben ik jouw fan. PS, wil je tweedehands tekeningen teruggeven? Plaatje, kus, hashtag no homo. Het kan zo kunnen dat de zin een beetje raar lopen omdat ik woorden verkeerd lees. Dan weten we dat. Wanneer is de volgende fan? Bang. Ik kon de vorige keer niet komen en omdat ik de dag erna jarig was en als je dan een... Oh, en als je dan nog een geeft, zeg het dan uit, ben je een week van tevoren. Zal ik doen. Ik wil nog even kijken wanneer we weer een fanbang gaan doen. Misschien in de vakantie of zo, ik zat te denken om misschien een keer in Bali te doen of iets in die richting. Oh, ik dacht wel, ik heb in één keer twee enveloppen. Hij heeft een envelop erin gedaan voor zijn adres. Ik heb nog steeds een gigantische stapel met enveloppen in mijn kamer liggen, een stuk of 20. Van allemaal mensen die willen dat ik ze iets terug ga sturen. En dat ga ik uiteindelijk ook doen. Nog twee kleine dingen die ik wil opnoemen. 1. Als één iemand... Kijk eventjes in je collectie met oude games. Er is namelijk één oude game. Die speelde ik vroeger heel veel. Alleen ik wist niet meer hoe die heette. Dus ik heb laatst echt 3 uur lang lopen zoeken en op Twitter lopen vragen. En ik weet nu hoe die game heet. Die heet namelijk Hobie. H-O-B-I-E. In the Jungle. Hobie in the Jungle. Alleen die game is zo underground. Niemand kan hem nog kopen via internet. Ik zie twee sites die verkopen hem. Alleen die zijn stok oud, dan moet je nog wat gulden betalen haast. Als jij in je gamecollectie Hobie in the Jungle hebt, please stuur hem naar me toe. En ik geef je alles, ik geef je mijn hart, mijn ziel. Dat is één ding. Tweede ding is, voor de mensen die er interesse in hebben. Ik ga vanaf nu alle mensen die een Serpent Gameplay t-shirt hebben. Die sturen een foto naar mij, die krijgen van mij een retweet. En als ik ze leuk vind, volg ze terug. Dus dat is een kleine oproep. Dan kunnen we een beetje een leger starten van mensen met shirts. Ik zou het vet vinden als op de gathering gewoon heel veel mensen dat shirt aan hebben. Dus daarom, retweet. En misschien een follow back. Kijk even. Als je niet 100 dingen per dag tweet, dan volg ik je wat terug. Ik heb zojuist de game Supercoo gekregen. Dankjewel voor Supercoo. En is daar nog een brief bij? Ja, mooi. Laten we eens even kijken wat er allemaal in staat. Hey Rick, ik heb hier het spel Supercoo. Hier moet je dieren van de boerderij gaan helpen. Het is een beetje iets van Super Mario Bros. Ik vind het een leuk spel. Ik heb hem ook uitgespeeld. Misschien zou je hem kunnen lesplayen. Zou leuk zijn. Doei! YouTube kanaal Budapest. 10.000. Oké, Boedapest 10.000. Ik gooi even de stapel met YouTube kanaal die ik in de beschrijving ga zetten voor als mensen willen checken. Ik ken serieus een aantal mensen die gewoon echt een heleboel subs hebben gekregen door bij mij in de beschrijving te staan en zo doorverwezen te worden. Stelt u nog wat in? Nee. Oké, nou. Door naar de volgende brief. Het zijn vooral veel kleine briefjes en één grote bruine doos.
Maar dat komt zo meteen. Alles op zijn tijd. Aha. Beste Rick, ik ben Mika en ik had beloofd in Teamspeak. Ik zat namelijk laatst op Teamspeak. Ik herinner me deze jongen dat ik een euro zou opsturen. Hier is de euro. Zou je een brief terug willen schrijven? Groep Mika, ik woon op. Ik zal je adres niet noemen. Inclusief postzegel. Nou ja, je hebt er geen envelop bij gedaan. Jullie weten hoe lui ik ben. Ik zal mijn best doen. Alleen ik heb al zo'n stuk of 20, 25 enveloppen boven van mensen die post van mij willen. Ik ga niet nog beloven, want dan moet je adres weer bewaren en dat gooi ik dan per ongeluk weer weg en weet je wel. Ik zou er echt niet van uitgaan. Als mensen de enveloppen bij doen met adres erop, flikker ik ze op de stapel. Maar dit soort dingen, dat vraagt gewoon om vergeten te worden. Maar die persoon, ik weet niet meer hoe, maar ik zei voor de hand, nou stuur me een euro. En nee, nou ik heb hier een euro. Ik ben rijk jongens, een euro. Hier ga ik stoppen cocaïne van halen. Na de video natuurlijk, want dat soort dingen doe je niet op het scherm. En ik heb natuurlijk ook super cool, maar dat was van niemand anders. Oké, volgende. Brief, post, postbrief. Oké, een armbandje. Oké. Er zit een armbandje met gaten erin. Hartstikke mooi, echt. Oh, kijk, het dingetje. Dit kan zo om. Ik denk dat dit wel om mijn penis heen zou kunnen, weet je dat? Misschien niet eens. Misschien, nee, waarschijnlijk niet eens. Wat jammer nou. Wat moet ik er dan mee? Ik zal even in de brief kijken, misschien zit daar nog een logica in. Yo, Mr. Turbo! Ik weet dat dit kut papier is, maar we hadden geen ander papier. Waarschijnlijk wel, maar dit was hetgeen dat ik als eerste tegenkwam. 30.000 subbies! 30.000 kinkies die sub van je zijn. Dat is veel! Oké, man. Je hebt 10.000 keer mijn subs. Ik doe ook niks met mijn kanaal. Dit was het dan, er viel niet zoveel te vertellen. Doorgekrast smiley. Groetjes, Johan. Niet Jaan. Zeg Johan. Of Joan. Joan. Oké. Joan. D-J-O en Joan. Zie om mijn zijde. Tjo. Pracht. Oh, is het nou gespiegeld? Ja, het is gewoon gespiegeld bij jullie. Hoe kan dat? Huh? Heb ik niet een spiegel die ik erbij kan houden? Nee. Ik ben dus op mijn broertjeskamer. Aan het einde van de video doe ik een kleine roomtour van mijn broertjeskamer. Ik weet niet eens dat ik hier ben. Tjo. Wat is dit? Oh, dat hoort waarschijnlijk bij dit handje. Is dit voor je kat dan? Of zo? Kijk, dat is een visje op. Stel scherpcamera. Hij doet het niet. Hij wil niet scherp stellen op het visje. Ja, mooi. Wel kan handig. Mijn camera stelt automatisch scherp. En als je dan je gezicht een beetje weg doet, dan pakt hij automatisch dat visje erbij. Als je er dan wat op wilt sturen, mail me. Het maakt echt niet uit wat je wilt sturen. Je hoeft echt niet per se een game te sturen of geld of wat dan ook. Als jij gewoon een leuke brief hebt en je wilt wat delen met de wereld, stuur het op. Je hoeft me echt niks verschil te zijn van, oh sorry dat er geen game bij zit. Hè. Dat mag je helemaal zelf weten. Heb ik dit nou juist behandeld of niet, deze brief die ik hier weggeslecht? Ja, dat was niet van super cool. Het is echt een zootje. Normaal maak ik een zootje van mijn eigen kamer. Vandaag is mijn broertjeskamer aan de beurt. Yo, Rick, wat is er op gameplay? Sorry, lange brief. Sad face. Hier, een brief van je meest trouwe fans. Omdat je vriendloos zit te smeken om post. Dat is inderdaad waar, want ja, de fanmail moet blijven bestaan. De mail van de fans. De fanmail. Je vroeg in je update video die nergens op sloeg. Wat wij je grappigste series vonden. Persoonlijk vind ik GTA 4, Mario Galaxy en alle oude series, dus haakjes Harry Potter, fucking leuk. Ik denk dat ik de kindergames leuker vind omdat je minder serieus speelt en dus meer tijd / aandacht hebt voor je commentaar zelf. Dat vind ik ook. Je beste moment is denk ik in de aflevering van Harry Potter en de Vuurbeker, waarin je Ron helemaal naar de tyfus scheldt omdat hij, ja, rood haar heeft. 1 minuut 10 op de compilatie van Harry Potter en de Vuurbeker. In een of andere video deed je een oproep of mensen naar je huis wilden komen. Geldt dat nog steeds, want ik kom serieus ooit vanuit Brabant naar je toe en dan wil ik ook echt Harry Potter met je spelen ook. Ik krijg de laatste tijd heel veel mailtjes over. Ik heb namelijk een keer in XL Gameplay gezegd van, hey, als je langs wil komen, doe dat. Dat geldt nog steeds. Alleen, ik doe het niet op afspraak. Ik krijg heel vaak de mail van, ah Rick, wanneer ben je thuis, kan ik langs? Ik zit met mijn lens te kutten. Ik ga dat niet op afspraak doen. Als jij uit het niets langskomt en ik ben toevallig thuis en je zegt, hey Rick, mag ik binnenkomen? Zeg ik ja. Alleen ik ga niet afspreken van, hey Rick, ben je die dag thuis en zo laat en mag ik dan langskomen? Oké, dit is trouwens een lamp die ik nu naar binnen zet. Ik zou dat graag doen, alleen dan heb ik te veel verantwoordelijkheid. Op het moment dat iemand dan 8 uur 's morgens voor me aan de deur staat en zegt, ja, we hebben een afspraak en ik lig in mijn bed, dan moet ik mijn bed uitkomen. Weet je wel, misschien heb ik net de avond ervoor, YOLO, ben ik naar het buitenland gevlucht, weet jij veel. En dan heb ik de schuld, dan zeg jij, maar ik ben helemaal uit de andere kant van Nederland gekomen en dan ben je niet thuis. En daar heb ik dus geen zin in. Ik zou het heel leuk vinden als je deed, alleen ik wil niet de verantwoordelijkheid hebben dat ik je hele dag heb verpest en dat ik dan de grootste klootzak ooit ben. Dus daarom, je mag best willekeurig langskomen, alleen ik kan echt niks beloven dat ik er ben, weet je. Ik kan niet beloven dat als jij hier bent dat ik je 5 uur binnenlaat en dan maar 5 uur lang gaan gamen. Voor hetzelfde geld ben je er 5 minuten en dan stuur ik je weer weg, weet je. Van sorry man, ik ben ziek, ik heb echt geen zin. Hou daar dus rekening mee. Ik kan het soms heel druk hebben, vooral door de week. Ik heb nu natuurlijk vakantie, dus het is wat rustiger. Maar om die vraag even voor nu en altijd te beantwoorden,
Het mag. Alleen, verwacht er niet te veel van in ieder geval. En dus niet afspraken, omdat mensen dan te veel gaan verwachten. Hoe de fuck kan Ron vriendschap hebben? Hij is een ginger en die hebben geen vrienden. 2 minuut 0-0 op dezelfde combinatie van Harry Potter en de vuurbeker. Thanks dat je mijn leven stiekem best wel leuker maakt met je creatieve commentaar. Ik waardeer het zeer. Ik heb een envelop met een postzegel en mijn adres erin gedaan. Please doe iets leuks terug plus handtekening. Groetjes Ruben AK Sletje Bacon @RubenVKL op Twitter. PS, diezelfde gast als van die kaart uit Frankrijk waarop P. Baar getekend staat. Dat betekent gewoon lage landen. Is me verteld in de comments. Waarbij je Geert Joning over je adres moest weggooien. Wat? PS2, wat grappig. Dankzij jouw tips heb ik de God Illusion gekocht van Dawkins. Thanks bro. Sorry voor de cutprint. Ik moet echt weer eens een meeting met je fans doen. Dat hoor ik net ook al. Komt er zeker aan. Kijk, het irritante was. Dus hij het allemaal letters lopen invullen. Ik hoef je verscherpt zelf. Zie je dat? Ja, wat doet hij dus met cutprinten? Ik heb het zelfs gelezen. Je hebt het niet heel erg gemerkt. Mijn voorleesskills zijn sowieso al kut. Dus ja, daar merk je niet heel veel van. Ik moet trouwens even de enveloppen sorteren. Anders raak ik ze allemaal kwijt. Als ik naar de envelop even zie neerleg. Oh, één nepsnor. Even opplakken. Oh wacht, daar zijn we kapot. Nou en. Oké. Dit is de laatste envelop en dan gaan we door naar de groen. Ik ligt achter aan de post, joh. Geen zorgen. Heb ik dit al opengemaakt? Ik weet niet, het is echt heel ding. Nee. Deze kwam echt helemaal verminkt met een gat erin binnen. Hier dit gat erin. Dus dat ik die meer eens ga doen. Oh, er rolt gewoon een knikker uit, serieus. Een knikker. Nou, oké. Dankjewel voor deze mooie knikker, man. Ik zie gigantisch veel speelkaarten. Een brief. Een cd van Disney, of McDonald's, dinosaurus. Nou, even kijken wat er allemaal in zit voor moois. Tarzan the Game. En dinosaurus. Nou, wie had dat nou verwacht van een game waarop staat dinosaurus? Nou, oké. Laten we gaan beginnen met je brief. Hallo Ricky Turbo, eindelijk stuur ik je een brief, ook al is het wel met de hand geschreven. Ik heb toch weer een brief voor je fanmail. Als het weer een special is met Jur, ook hallo tegen jou. Nee, sorry, Jur is momenteel aan het autorijden. Voor zijn rijlessen, waar ik nog steeds aan moet beginnen. Ik moet echt even beginnen met mijn rijlessen. Hopelijk wel gewoon. Lees en bekijk maar. Net als mijn handschrift hopelijk leesbaar is. De tekening heb ik random tijdens school gemaakt. 1 tijdens Nederlands, 2 tijdens wiskunde en 1 tijdens Duits. Ze zijn niet heel erg mooi of zo, maar ik had zin in iets te tekenen. Dus ja, dat deed ik maar. De games die ik stuur zijn random games. Ze zitten allemaal in dat hoesje met die dino. Dus daar kan je ze vinden. Nu ga ik even verder zoeken naar dingen die ik je ook nog kan geven voor de lolligheid. Hihi. Zo, hopelijk vind je ze nutteloos. Hartje. Daarnaast zal ik nog even sorry zeggen dat ik je vaak nutteloos WhatsApp. Oh gos. Oh, het hele gesprek over ESMC kwijt. Ja, er was één iemand die ging random op mijn WhatsApp over natuurkunde. Ik heb nog alles uitgelegd ook. Hij begon opeens van, ja, wat vertelt ESMC kwadraat? Ga ik hem uitleggen. Ja, dan kun je laten zien hoeveel energie er in een bepaalde massa zit en omgedraaid. En dan kun je dus ook verrekenen hoeveel massa de zon lichter wordt per seconde. En toen zei hij, ja, maar de zon wordt toch zwaarder? En dan zei ik, nee, zeg maar niet waar, de zon wordt zwaarder in de kern. En dan ontploft hij en dan gaan we allemaal dood. Dat zei ik tegen hem. Was wel interessant, maar dat was midden in de nacht wanneer ik wel helden. Oké. Als je nog wilt weten hoe ik aan je nummer kom, dat is van een hele oude Serpent Gameplay livestream waar Jur het in de chat stuurde. Ook al waren er min 10 kijkers. Verder, als je wilt, is mijn gamekanaal Hantio Games de laatste tijd wat inactief, maar ik wil er wel verandering in brengen. Reliquie welke? Ik ben Harry Sletje Bacon, groetjes van mij. Dankjewel. Ik wou serieus mijn reliquie welke Serpent Gameplay t-shirt aandoen. Kon hem alleen niet vinden in de kast. Dat is namelijk een Far Cry 3 compilatie shirt met de leukste grapjes uit Far Cry 3. Kon het shirt serieus niet vinden. Fucking kut. Ik wou hem aandoen. Dat is leuk geweest. Ik heb hier iemand met RTP op zijn shirt. Ik heb geen idee wat betekent. Hulp. Met een mooie tekening. Meneer. Ricky Turbo als superheld. En eens met een piemel. Nou. Meid. Dankjewel! Oké, nou, ik ga niet eens de moeite doen om deze kaarten eruit te halen. Het zijn kaarten van Pirates of the Caribbean, blijkbaar. Nou, dat is toch fantastisch. Mijn dag kan niet meer stuk. Ik heb zoveel geluk. Oké, daar is nog een hele grote gevulde envelop, joh. Eerst even dit kleine envelopje. Dit kleine schattige envelopje. Hopla. Oh, een tekening. Ik ben dol op tekening. Tekenings. Oké, Kijk, een getypte brief. Dankjewel voor het typen. Thank you very much.
Ik heb bijna al je fanmails gezien. Ik vond je avontuur bij de koeien heel grappig, deel 39. Ik heb nooit eerder naar jou geschreven. Ik vind je geweldig en heb bijna al je filmpjes gezien. En je tweede kanaal, Serpent Game 2, is ook leuk. En ik vind The Binding of Isaac het leukst. Doe trouwens meer Minecraft met Jur. En Last of Us zonder Jur. Er zit een tekening in, een soort oranje wormpje. Niet echt. Kusje, 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 kusje. Anouk Zwets. Met een willekeurige Minecraft thumbnail erbij in het zwart-wit. Dat doet me altijd erg goed. Serpent Gameplay! Waarom de fuck spiegel op mijn camera opeens alles? Oh, dat doe ik met mijn schermpje op ongedaan. Nee, toch? Ik weet niet. Ik weet niet of jullie dit gespiegeld zien of niet. Dat zien we aan het einde van de video. Ik zie het in ieder geval wel, maar ik heb mijn schermpje omgedaan. Ik weet niet hoe het werkt. Ik weet het niet. In ieder geval, dankjewel voor je tekening. En je brief aan Noob Zwets. Hotskidee. Dan heb ik hier nog een hele grote... Oké, nog meer post, joh. Er is nog genoeg post voor iedereen. Ik heb hier nog post. En hier. En dit ook post. Ja, het zijn nog even zoet, hoor. Zijn nog even zoet. Eerst laten we deze even openmaken. Ik ben heel benieuwd, meneer. Oh, ik weet het al. Het is een shirt van Divi Move. Dat is mijn netwerk. En die zeiden laatst van... Oh, Rick. Motherfucking, stuur je een shirt, motherfucker. Nou, bij deze. Het zijn niet te koop of zo. Het is gewoon exclusief. Omdat ik dikke Divi Move gangster ben. Ik ben echt een van de eerste Nederlanders die bij Divi Move zat. En nu zegt iedereen erbij. Noem me hippe trendsetter, jongen. En nog een mooi kaartje erbij. Een mooi Divi kaartje. Zoals beloofd op video deed een t-shirt en een tattoo. Oh shit! Motherfucking Divi Move tattoo. Als mensen nog tattoos hebben, we hebben van die dingen die bij de kauwgom zitten. Als iemand daar heel veel van heeft, stuur ze. Dan ga ik echt een video maken dat ik 100 tattoos op mijn arm zet en dan op een motor ga rijden. Dat zou een hele coole subchallenge zijn. Ik heb nog steeds subchallenges nodig. Ik wou vandaag eentje opnemen met Jur, alleen Jur die moest autorijlessen. Ik wil met Jur de tin can challenge gaan doen. Weet je dat je al die blikjes eet met kattenvoer erin en shit. Vet tof idee. Nou, dat is die. Heb ik hier nog iets? Volgens mij had daarbij nog een klein envelopje. Nu moet ik ook nog even checken. Dus ik heb deze nog. Klein envelopje. En dan de grote doos. En dan zijn we klaar met de fanmail. Oeh, wat een mooi handschrift heb jij. Oeh, ik heb geld. Nog meer geld. 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 Bakken met geld. Dat is van Ernst en Bobby. Heb ik een subspecial opgedragen op nummer. Oké, laten we gewoon beginnen op de voorkant. Hey, Gardo brother. Wij zijn Melvin en Mace. We zijn grote fans. We hebben nu... Nederlands, snurk, mogen we, VIP, we hebben geld meegestuurd en tekeningen. Ik vind het leuk geprobeerd. Dat ze twee keer 1 cent sturen en dan vragen of ze VIP mogen op de Minecraft server. Sorry, zo werkt het niet. Deze pagina is nutteloos. Kusje, kusje, Melvin. Oké, dankjewel Melvin. Dankjewel voor deze brief. Ik vind het echt toppie, man, wat jij hier hebt gedaan. In ieder geval hartstikke bedankt voor je 2 cent. Ik geef je geen VIP, maar ik haal wel je geld. Je krijgt het niet terug, jammer dan. Ik hoop dat je nu spijt hebt van je daden. En inziet wat je fout hebt gedaan. Ik zal mijn Divi Move tatoeage eventjes veilig stellen. Binnenkort heb ik denk ik een dikke, vet, coole Divi Move tatoeage. Volgende brief. Mooie tekening. Tada! Ik zie Jigsaw. Eigenlijk heet die Billy. Billy is de pop van Jigsaw en Serpent. En mijn Minecraft skin. Wat enig. Ik ga voor een kusje op. Dat is mijn adres. Dat is niet voor jullie. En een brief. We gaan het proberen te lezen, dames en heren. Even een leesbril op. Ik heb geen bril hier liggen. Zou ik mijn bril pakken? Ik heb namelijk serieus een bril. Dat weet niemand. Ik draag bijna altijd lenzen, dus mensen weten niet dat ik een bril heb. Ik draag bijna altijd lenzen. Ik heb momenteel ook lens in. En ik heb jeuk in mijn neus. Kijk. Je ziet niet dat ik lenzen heb. Ik heb hele rare ogen. Ik heb hele mooie ogen. Dat heb ik. Ik heb jeuk in mijn neus nog steeds. Ik wou even laten weten dat ik je geweldig vind. Ik heb geen geld om games of zo voor je te kopen. Je hoeft echt geen games, je hoeft geen games om te kopen, mensen. Als je gewoon nog een of andere game hebt liggen, dan die hoef ik toch niet meer, anders gooi ik hem in de prullenbak. Stuur het dan naar mij. Of je hebt hobby in de jungle, want die wil ik echt heel graag. Ik pijp je serieus voor hobby in de jungle, jongens. Dat is echt jeugdsentiment, ik heb dit nodig. Sorry, hiervoor heb ik een tekening voor je gemaakt. Hij is niet heel mooi, maar hij is... Het is een begin. Ik vind al je gameplays vet. Vooral Minecraft. Ik heb op mijn Xbox je hele wereld nagebouwd. Ook kijk ik de video's op Banjotown. Je bent een grote inspiratiebron voor mij. Door jou kan ik door mijn moeilijke dagen. Blijf vooral video's maken en blijf jezelf. Wat mensen ook zeggen van je zeggen. Voor mij ben je een held. Veel succes op school en verder YouTube carrière. Groetjes Stijn. PS, sorry dat Jigsaw zo verpest heb in de tekening. Stijn, het is goed. Ik zal vinden, het is goed Stijn. Het is geen microfoon, het is een lamp. Zei ik net ook al. Nou, komen we bij de grote doos. Ik maak dit soort grote pakketjes altijd eerst van tevoren even open.
Want ik weet dat als ik ze op video openmaak, dat helemaal verkeerd gaat. Deze was weggestuurd. Ik had hem. Kom je zo bij de deur, zo in mijn neus, een pakketje. Is een pakketje voor Rieke van de Startpunt Gameplay. Ik zei, oh dankjewel, maar ik was aan het slapen. Hè? En dan belt PostNL een pring. En dan, oh nee, hij is niet thuis. Deze persoon heeft een pakketje laten verzekeren. Oftewel, dan kan PostNL er niet in graaien. Want dan wordt het gevolgd en dan kunnen ze precies zijn waar het pakketje kapot is gegaan. En volgen ze dan met high-tech, cybertechnologie. Dus, ik neem aan dat het wel van waarde is als je dat verzekert. Het is in ieder geval aangekomen. En wat er dan neerkomt, dan moet ik een handtekening zetten dat ik het er binnen gaat. En als ik dan aan het slapen ben, dan wordt het meegenomen naar het postkantoor. En dan wordt het de volgende dag weer opnieuw aangeboden. Wat heel fijn is. En die persoon stuurde ook meteen een mailtje van... Oh Rick, ik zag dat je pakketje niet had aangenomen, man. Probeer het morgen wel aan te nemen. Vond ik wel leuk. Ga de brief lezen. Oei Rick, ik ben behoorlijk fan van je. En ik ben van... fan van je? Ik ben fan van je serie Saw, GTA 4. Je kindergames eigenlijk, alles. En als dank dat je me zo... Eigenlijk elke dag... Dat je me zo... Ongeveer eigenlijk elke dag vermaakt. Met je strikhumor en lol. En ook met Stefan, je Mario Galaxy Parts. Met je Patty. Zoals ik al zei, je vermaakt me elke dag. Ik heb 6 games die je hopelijk kent. En sowieso 1 gaat lesplayen. Oké, de zin loopt een beetje raar, niet echt. Ik hoop eigenlijk alleen maar, ook al is het er 1. Maakt me niet uit. Ik hoop dat je de games leuk vindt. Je vindt me op Skype. Je hebt me al op Skype. Stokkie staartje. Ik stuur een andere serpent in de kleuren van jouw serpent logo. Een andere kerel naar jou. 2,3 meter lang. Dat zou zo vet zijn voor de achtergrond. Dus ik zeg maar een slang heb die het liefst... Ik weet niet of het dan Ekans bedoelt of dat het echt paars en geel is. Maar dat zijn een beetje de kleuren van serpent gameplay. Paars en geel. Als ik dat zou hebben voor op de achtergrond, dat zou fucking vet zijn. Een slang van een paars en geel. Of tenminste een lange slang is sowieso wel vet. Groetjes Luca van Kessel. Ik ga je adres niet opnoemen. PS, het is als je denkt... Het is niet als je denkt, zul je het zelf zien. Speel Injustice met Stefan, please. Of allemaal, of je hebt geen tweede controller. Oké, nou in ieder geval, ik ben heel benieuwd. Het is een grabbeltonnetje. Tadaa, hij had de brief bovenop gelegd. Oh, nee. Nee. What the fuck? Dit, nee. Wat? Wat? Nee, dit kun je echt niet maken. Dude. Hij stuurt me. PD2, die zegt misschien 1-2 maanden uit voor de PlayStation 3. Tomb Raider, voor de PlayStation 3. Max Payne 3, die is wel een tijdje uit, maar is wel eens nog een fucking goede game. Voor de PlayStation 3. Saints Row 4, voor de PlayStation 3. Injustice, Gods Among Us, voor de PlayStation 3. En Army of... Ik heb geen idee wat deze games. Voor de PlayStation... Wie stuurt me nou eens 6 PlayStation 3 games? Mijn PlayStation 3 collectie is 12 games ofzo. Dit is de helft van mijn collectie zo'n beetje. Nu kan ik haast mijn hele plank gaan opschuiven. In ieder geval gigantisch bedankt. Ik ga sowieso wel meerdere van deze games spelen hoor. Ik weet niet, Injustice is een vechtspel toch? Een beetje zoals Tekken en zo. Maar dan met superhelden, dat is wel heel vet. Ik denk dat Stefan er wel mee zou willen doen. En dan heb je natuurlijk Saints Row 4. Ik bedoel, Saints Row 4. Tomb Raider. Dit is echt, ik hoef echt niet te zeggen dat mensen, ik dwing jullie echt niet om games te sturen. Maar als iemand dit uit zijn vrije wil naar mij stuurt. Dude, ik hou van je. En ik denk dat heel veel mensen nu heel jaloers thuis zitten. Zo van, sorry, iemand stuurt jou gewoon een fortuin aan games. Zo van, waarom zou iemand dat doen? Dan moet je wel echt mijn grootste fan ooit zijn. Niet dat ik zeg dat als je niet een fortuin aan games hebt, dat je geen fan bent. Maar dat iemand dit voor mij overheeft, dat besef ik niet. Ik vind het al raar dat mensen mij 2 eurocent sturen. Zo van, niet, dat mag je houden. Maar, ik ben even helemaal door de rooien. Om het te vieren, plak ik gewoon nog een snor op. Ja, ik doe niet zuinig met die snorretjes hoor. Die zijn toch zeker 5 à 10 cent per stuk. Oh, dit is de enige snorverpakking waar mijn snor nog in zit. Nou, laat dan maar. In ieder geval, fucking bedankt voor het kijken van deze video. Scheerapparaat. Tot de volgende aflevering. Ik ging mijn broertjes camera laten zien. Gewoon voor de YOLO. Nou, dit is de aftermath van de video van net. Ik heb hem op de lader trouwens, mijn camera. Dit is de muur. Dat is Dennis. Mijn broertje. Oh, die kan ook inzoomen. Tadaa. Cutie, wat een cutie. Kijk in die zwoele ogen. Dat is mijn broertje. Heb jij nog een tv? Zijn uitzicht uit het raam, de gemene stalker dat het is. Daar is de straat. Ik haal hem eruit. Als de camera in één keer uitvalt, dan weten jullie. Video is afgelopen. Niet mijn schuld. Geef me vast een like. Ik kan er niet om bedelen nu, want de camera valt waarschijnlijk ieder moment uit. Kijk, hier kun je uit het raam kijken. De mooie straat waar ik in woon. Een mooie karikatuur van mijn broertje. Heel veel jaar geleden al gemaakt. Mijn hondje Dex, ik heb dezelfde foto boven. Dennis die werkt heel graag met metaal en daar is hij ook fucking goed in. Dat is het chipmaatje dan.
Michael Jackson poster. Deze series van mij, die heb ik echt een keer gekocht. Ik was echt in de eerste of in de tweede gigantisch fan van Michael Jackson. En op een gegeven moment had ik echt zoiets van, wauw, waarom de fuck heb ik nog een Michael Jackson poster? Dat heb ik ze weggezet in de kast. En nou, mijn broertje me gewoon opgehangen. Daarin stond ik gewoon een doorbriefje. Foto van mijn moeder, ken mijn moeder, mijn moeder. En gezichtsherkenning, ken mijn moeder. Kijk, en ja, hier waren ze allemaal in de Efteling, zonder mij. Waar was ik, hè? Waar was ik? Waar was ik? Bedankt kijken in ieder geval. Alles wat in deze video gezegd is berust 99% de waarheid en 1% is bullshit. Je mag zelf zoeken wat het bullshit is. Ik heb geen idee of ik iets bullshit gezegd heb. Ik zeg altijd wel het geks. Rare camerahoeken. Bedankt kijken. Tot de volgende aflevering van het vlogje, wil ik zeggen. Van de fanmail. Stuur wat op en ik behandel alles wat binnenkomt. Ook al stuur je een doos met poep, dan review ik je poep en dan proef ik het een beetje en shit. Tot de volgende aflevering. Ik weet niet wanneer. Als ik genoeg post heb. Misschien doe ik af en tussendoor nog oproepen als ik te weinig post heb. Tot de volgende aflevering. Doei!